In het Ossenkuipje, oftewel het Frans Heese Stadion, is het Topos tegen Jong Ajax. Twee ploegen in wisselende vorm. Topos won tot nu toe alleen nog van jong ploegen. Eerste wedstrijd van het seizoen tegen Jong Utrecht. En afgelopen maandag bij Jong PSV. De eerste kans is voor de thuisploeg. John Margarita stuit op de Graaf. Aan de andere kant, Jansen, de keeper, die maait hier even langs de bal heen. Schrikmomentje voor de doelman van Topos. Of gewoon een hele mooie schijnbeweging. Jong Ajax won afgelopen maandag met 4-0 van Heracles. Twee keer Luca, twee keer Warmerdam. Warmerdam speelt, maar Luca is er niet bij. Dit is een gevaarlijke voorzet van Amoricio van Axel Dongen. Die vorig seizoen debuteerde in Ajax 1. Daarna er lang uit lag met een enkel blessure. En sowieso een van de mooiste voetbalnamen in de keukenkampioendivisie. Piri speelt in. Dit is Linsson, die geeft hem terug aan Rasmussen. Het is een prima aanval van Jong Ajax. En een Scandinavische combinatie zorgt voor de 1-0 voorsprong. IJsland geeft hem aan Denemarken. En Christian Rasmussen maakt zijn tweede van dit seizoen. Vorig seizoen maakte hij er 7. Linsson opnieuw. Van Axel Dongen met een rollertje. Tussen die twee overwinningen op jongploegen verloor Os 3 keer op rij van Almere, NAC en VVV. Dus kan de ploeg van Christoph Aubrecht wel een overwinning gebruiken. Maar Jong Ajax is het gevaarlijkst in deze wedstrijd. Allemaal nog in het eerste kwart. Volgende poging van Rasmussen. Linsson probeert het ook maar eens. Dat schot wordt gekraakt door Piqué. Lorenzo Piqué, die zijn 300ste wedstrijd in de keukenkampioendivisie speelt. Het is vrijwel eenrichtingsverkeer. Dit is wel een beetje gevaarlijk in de richting van Jansen. Van Rasmussen. Vandaar ook de vrije trap voor Topos. Jong Ajax wil wel weer eens een uitoverwinning boeken. Daar wacht het al 10 wedstrijden op. Sinds 10 januari bij Jong Utrecht lukte dat niet meer. Vlak na rust, als Os wat meer de aanval zoekt, Margarita, de gevaarlijkste man namens de thuisploeg. Kreeg al vroeg in die eerste helft een kans en nu vroeg in de tweede helft. Fitzjim combineert met Rasmussen en probeert het dan zelf. Geen onaardig schot van Kian Fitzjim. Overigens bij Top Os ook een Fitzjim op de bank. Een keeper, Jason, maar is geen familie van elkaar. Nu gespeeld. Mathieu, de topscorer. Naar Margarita. En nu is het wel raak voor Gerald Margarita. Prima binnengeschoten. En Os op 1-1. Heeft veel ruimte, heeft veel tijd. Maar het afwerken is uitstekend. Tweede van het seizoen voor Margarita. Dan moet Jong Ajax opnieuw op jacht naar een voorsprong. Milovanovic komt een heel eind. Rasmussen, de redding van Jansen. En dan nog voor de lijn. Nog een keer Jansen. Die hem uiteindelijk klem heeft. Rasmussen baalt. Ook al aardig wat kansen gehad. Piri met een vrije trap. Net over. De meeste kansen zijn voor de ploeg van Heitinga. Maar nog altijd maar 1 keer gescoord. En dus blijft ook Topos erin geloven. Dit is Michel Margaret, invaller. Buitenom. Dan zoeken naar een medespeler. Nog een keer buitenom. En die voorzet gekraakt. Uiteindelijk een prooi voor de Graaf, de keeper van Jong Ajax. Dan is er niet zo heel veel tijd meer. Bal nog een keer ingebracht en een kopballetje dat net naast valt. Aanwijzingen van Heitinga. Diep in blessuretijd. Nog een invaller. Misseoui met een ongevaarlijk schot. Geen probleem voor Jansen. Het blijft uiteindelijk bij 1-1 tussen Topos en Jong Ajax.